Hoi allemaal, dit is de update over week 23 en 24 van mijn zwangerschap. En laten we beginnen met wat feitjes. De baby is deze week 32 centimeter. Oeh, dat is best wel groot. Ik herinner me dat we op de basisschool altijd linealen van 30 centimeter hadden en dat was best wel lang. En ik las in mijn zwangerschapsdagboek en daar staan ook altijd een paar dingetjes over hoe groot de baby is en hoe het gaat met zijn ontwikkeling. Dat de baby ook al wenkbrauwen heeft en wimpers. En ik ben echt heel benieuwd hoe die eruit ziet. Vooral of die ook een heleboel haar heeft als die geboren wordt. Ik had zelf namelijk echt een hoofd vol donkerbruin haar toen ik geboren werd. En later is ze natuurlijk blond geworden. Maar ik weet niet of Daniel ook haar had toen hij geboren werd. Zou ik eens even aan zijn moeder moeten vragen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe onze jongen eruit ziet. En ik heb heel veel zin om hem te ontmoeten. Maar dat duurt nog even. Over mijn gewicht. Ik ben 1,5 kilo aangekomen deze laatste 2 weken. Dus ik weeg nu ongeveer of bijna 62 kilo. En verder heb ik eindelijk de uitslag van de bloedtest gehad deze week. Bleek dat de dokter me al eerder had geprobeerd te bellen. Want ik vroeg me ook wel af waarom het zo lang duurde. De dokter had een voicemailbericht ingesproken. Maar ik heb nooit het berichtje ontvangen dat er een voicemail klaar stond. Dus ik heb het niet gehoord. Maar ik had nu even zelf gebeld dus en de dokter gesproken en het blijkt dat ik hooikoorts heb. Dus ik ben heel blij om te weten wat het is, want ik ging me wel een beetje zorgen maken om de symptomen die ik had. Mijn hoofd zat heel erg vol, mijn neus zat vol, mijn gehoor was heel slecht. En ik was echt super moe en nou ja, dit is het tweede trimester van mijn zwangerschap. En het tweede trimester zou natuurlijk beter moeten zijn dan het eerste. Maar goed, ik ben blij dat ik nu weet wat het is. En het is seizoensgebonden, dus eind juni zouden de symptomen weer weg moeten zijn. Dus dat zou super zijn. Ik had een paar cravings deze week. De ene was voor rauwe paprika. En ik was eten aan het koken en paprika aan het snijden. En opeens kreeg ik dit overweldigende gevoel van, oh, ik moet een stukje paprika eten. Dus ik had eventjes goed gewassen. En paprika gegeten en het was zo lekker. En dat is altijd als ik iets eet wat ik crave, dan is het echt lekkerder dan ooit. En het andere waar ik heel veel zin in had was cola. En ik had een gezondere cola. Nou ja, gezond. Er zit wel veel suiker in natuurlijk. Maar ik had een gezondere variant gevonden bij de Ecoplaza. Dus ik had een klein blikje cola gekocht en dat was ook super lekker. Nu de symptomen en kwaaltjes. Ik moet de hele tijd naar de wc, ook 's nachts. En ik word dan de hele tijd wakker van mijn blaas. En het vervelende is dat ik 's nachts ook dorst heb. Dus dan drink ik wat, waardoor ik weer sneller wakker word om naar de wc te gaan. En ik merk wel dat als ik overdag echt heel goed en heel veel drink, dat het dan beter gaat. Dat ik dan 's nachts niet zo'n dorst heb, dus ook niet drink en dus ook minder naar de wc moet. En beter door kan slapen. Dus dat is wel fijn. En een nieuw symptoom deze week is dat ik soms heel erg luid mijn hart hoor kloppen in mijn oren. En ik had eventjes aan de verloskundige gevraagd nou ja, of dat erbij hoort of normaal is. En ze zei dat dat komt door de zwangerschapshormonen. En dat het op zich een heel normaal symptoom is. Dat het nou ja, dat het vaker voorkomt. Ik had deze week ook weer wat kramp. Van die kramp in mijn buik die voelt als menstruatiekramp. En dat was best wel weer een poosje geleden. Ik denk dat ik het vooral had in de eerste 3 maanden. Dus dat kwam weer terug. Niet heel erg, gewoon af en toe een klein beetje. Hooguit 10 minuutjes of zo. En verder was ik heel erg moe nog steeds wel, maar niet zo extreem als de weken ervoor. En dus op zich ging dat ietsje beter en verder was ik ook weer behoorlijk duizelig. Maar dat waren alle kwaaltjes wel. Verder over de baby. Ik voel zijn schopjes elke week sterker worden. Wat natuurlijk heel leuk is. En volgens mij zeg ik dit elke week. Maar we proberen nu ook veel tegen hem te praten. Omdat hij nu ook kan horen. En het grappige is dat als wij 's morgens wakker worden en tegen elkaar gaan praten. Dan hoort hij dat. En dan begint hij ook met bewegen. Dus daar reageert hij echt op. Wat echt heel schattig is en leuk. En nou ja, daar voel ik ook weer meer een band met hem. Want het is nog steeds gewoon zo een apart idee of moeilijk voor te stellen dat er echt een klein mensje in mijn buik zit. En ik weet dat sommige vrouwen trouwens helemaal niet echt een band voelen met hun baby tot hij geboren is. En soms duurt het zelfs dan nog wel een weekje. Ik voel op zich wel een band met hem, maar hij is nog gewoon zo onbekend. Ik zie hem niet, ik weet niet wat voor karakter hij heeft.
En nou ja, dat komt natuurlijk allemaal wel, dus ik maak er ook geen zorgen om. Maar het is gewoon leuk dat er van die kleine dingetjes zijn, die schopjes, en dat hij reageert op ons als we praten. Nou ja, dat maakt dan toch wel dat ik me meer verbonden voel met hem. Dus ja, dat was alles voor deze week. Ik zal nog even een clipje invoegen, dan kan je weer zien hoe mijn buik er nu uitziet. En dan zie ik je volgende keer. Doeg!